Ik heb wel eens dat ik een spettertje misschiet. Ja. Maar dan. Maar dat kan iedereen wel eens gebeuren, toch? Ik heb een zakdoek in mijn zak en dan smeer ik het zo even daaraan en dan. Oh ja, dan stop je hem weer terug in je zak. Ja, 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 ja. Ja, waarom niet zo? Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 Jaratech aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Ik zit in de container, ik weet niet wat er aan de hand is, ik zit hier natuurlijk weer samen met Chromo. Ik rij hier over, oh niet weer die scheidingen. Oh, wat is dit dan? Dit is niet leuk, deze. Hè? Vind jij dit niet leuk? Nee, dit vind ik niet leuk, waarom ik niet, ga daarnaast. Kak! Kom op jongen, ja ik span in de fucking container man, dat is ook niet eerlijk. Nee. Oké, ik heb hem gehaald. Ik rijd door. De tussenstand op dit moment in deze serie is Team Jaratech, oftewel Chrome en ik, hebben in totaal 22 van de 25 punten. Dus wij hebben bijna gewonnen. Alleen jullie als abonnees zijn, hebben 38 van de 50 punten. Dus jullie gaan ook rap. Dus rap. Als wij nou doorrijden, Chrome, dan kunnen we gewoon winnen. Dan is de serie afgelopen. Oké, nou dat gaat nog wel moeilijk worden. Dus we moeten wel heel, heel rap doorrijden. Maar ik geloof in jou. Ik rij hard door. Het zijn 4 laps, dus succes. Ik ga een wallride doen, Hero. Ik kets op z'n kop. Waar doe jij een wallride? Er zit geen wallride in deze race. Nee, maar dat begon ik wel te doen op die containers waar je tegenaan moet ketsen. Ah, ja, dat is niet zo handig, hè? Nee, dat is niet zo handig. Daar ben ik niet van je gewend, man. Dat je iets doet. Oh, dan gaan we nou elkaar belachelijk maken waarom, in deze waarom, serie. Ik maak helemaal niet belachelijk. Jij doet toch nooit domme dingen, of wel? Nee, ik ben de meest verstandigste jongen op deze aarde. Nou, dat zei ik ook precies. Ja, maar jij zei het sarcastisch. Nee. Als ik iets sarcastisch zeg, dan ga ik gewoon uitlachen. En je begint nou in één keer te lachen. Dus jij zegt sarcastisch. Nee. Ik lach helemaal. Wie heb je horen lachen, man? Ik hou je in. Wat dacht je daar? Kut. Van. Ik ben gecrashed. Het was te proberen, maar als je in een of andere chromo banaan rijdt, dan kan je niks meer zien. Oh, dus dat is mijn schuld nog weer. Ja. Leuke fan ben jij. Altijd anderen de schuld geven, chromo. Ik vind het zo jammer weer, hè. Heb jij een keer mij de schuld dan? Ja, om wat? Ik ben gewoon een vriendelijke vent. Ik ook, maar ik geef jou de schuld. Ja, maar ik speel dit voor mijn plezier, joh. Dat... Nee, we spelen om te winnen, jongen. Het is een wedstrijd. Oh, is dit een wedstrijd? Ja, wij moeten tegen abonnees. Maar je had niet 35 eerder races in. Ja, stoot nou, ren nu. Nu weet je dat het een wedstrijd is. Ren nu door dan. Ja, ik doe mijn best. Ik kets tegen een randje aan. Ja, what the fuck, man. Ja, nee, dat vind ik niet. Nee, wat is dit nou? Dat doe ik niet, dat doet die game natuurlijk. Ja, oké, daar heb je gelijk. Ik deed mijn best. Daar heb je gelijk in. Ik ben bij de laatste ronde. Ja, ik reed achter je, maar ronde. Ja, maar jij met een lap achter. Ronde. Ik lig geen lap achter. Ja, echt niet, heb je hem al 3 keer gehaald. Ah, ben met de derde keer bezig. Oké. Die fruitmand hier alweer. Ik zei niks. Wat zit je nou te lachen, man? Ja, nee, niks. Ik lach nooit. Jij kunt me helemaal geen lap hebben ingehaald hebben. Welke lap ben je mee bezig? Ik ben nu bij de finish. Jij bent nu bij de finish? Ja. En ik ben... Oh nee! Wat? Wat? Ja, Jan! Bam! Pak die punt! Ik heb hem! Holy shit! Ik heb hem! Hoe kan dat dan? 23 punten voor ons! Ja, weet ik niet, ik haalde iemand in, die faalde denk ik aan het einde! Heb je gecheat aan? Nee, ik heb niet gecheat. Je hebt niet gecheat? Ik rij in een T20, dus ik heb T20'd. Je hebt T20'd? Ja. Wat is dat nou weer voor benaming? Ja, ik dacht ik maak een grapje, maar dat is geen echte grap, want... Ik vond hem wel leuk. Nou, lach even dan. Ja, dankjewel. Oh, what the fuck, dat wil ik niet. Oh. Mooie chromo. Ja. Oh, maar het is wel mooi, want het is weer een puntje erbij voor ons, man. Hoezo hebben wij dan een punt erbij? Omdat jij eerst bent. Ja, ik ben toch eerst. Nou, dat ging dus zo de hele tijd. Ja. Oh, je weet niet hoe deze serie gaat. Nee, ik ben net nieuw in deze serie. Oh, wat is je naam dan? Barry Constapel. Barry Constapel. Nou, hoe gaat het met je Barry Constapel? Gaat lekker man. Ik heb de vlam in de pijp, ik heb hem in z'n 5. Ga je DNF halen of Nee, daar hou ik niet van. Nou, wat is er nou gebeurd met Chromo als... Die had een buurtbarbecue. Oh! En die kon even niet. Ik zeg, weet je, ik als buurman, ik ben zijn buurman natuurlijk. Ja, precies. En hier weer zo'n randje, zie jij dat? Ja, rij nou even door. Ja, dat doe ik. Waar is de finish? Ja, je hebt de DNF. Dat meen je niet! Mensen! Hij zei, doe mij na, zei Chromo nog. Nou ja, bij deze. Tot de volgende race. Hey boys, welkom bij de BMX race. Puur omdat Chromo dat zo leuk vindt. Ja, la 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 la. Ik heb wel een helm op. La 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 la. Niet deze race.
Jawel, deze race. Weer die slinger race. Dit is de slinger der slinger, Chromo. Ja, ik heb nog steeds niet gezopen, dus ik kan weer niet slingeren hier. Jawel, hier slinger. Kijk zo. Hop. 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 Oh. Zag je me gaan of niet? Nee, ik zag je niet gaan. Ik viel er bijna vanaf, man. Rustig aan, Jan. Alles onder controle, Jan. Ja, la 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 la. Zijn de mensen nu al vanaf gevallen, of niet? Nou ja, al zat. Maar ik nog niet. Lekker bezig allemaal. Ik rijd derde. Hoe kan dat, joh? Omdat iedereen is gevallen, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik viel hier bijna gek. Auw, auw. Ik doe lekker rustig aan. Ja, ik ook. Ik zit vast hier. Wacht even, hoor. Pas op, komt iemand achter je aan. Oh, dat maakt niet uit. Ben jij toch? Want jij nog derde. Ja, er komen iedereen allemaal in, want ik rijd hier heel rustig. Oh, ja, dan zien ze zo'n... Ja, hoe kan ik nou vallen? Ik sta bijna stil. Ik flikker van mijn fiets af. Jongen, wat een mogol is mijn vent waar ik mee rijd. Kom op, Chromo. Ja, die mogol valt gewoon van zijn fiets af terwijl ik stil sta. Dat zou ik ook doen. Point. Schrikkelijk dit. Als dit in het echt gebeurt, dan sta je echt als grootste faler alle tijden. Nou ja, maar dat gebeurt niet in het echt. Daarom is het een videogame. Ja, want het slaat nergens op dit. Oh fuck. Nee. Kunnen toch gewoon een keer voor mij opkomen? Ik ben gevallen. Ik ben gewonnen. Oh shit. Oh shit. Ja. Oh, nu sta ik in één keer derde. Tuurlijk joh, waarom niet? Wat een... Oké, wacht even. Pas op, Jan. Ik pas even op. Niet hard, hoeveel niet sta hard je? Schreeuwen. Ja, ik sta vijfde. Maar dan nog, die vent die flikkert van mij zo vaak. What the fuck doe ik? Kromme, leg jij eens even uit wat ik doe. Weet ik veel. Hoe kan ik dat nou zien? Ik kan zelf nog niet eens mijn ding onder bedwang houden. Jawel, je kan toch al je ding onder bedwang houden? Ja, nou ja, nu mijn ding. Ja, als ik aan het plassen ben, dan kan ik hem net onder bedwang houden. Ja, dan probeer ik me altijd te richten in het potje. Ja. En dan dat soms... Dat lukt je wel om te doen, of niet? Ik heb wel eens dat ik een spettertje misschiet. Ja. Maar dan... Maar dat kan iedereen wel eens gebeuren, toch? Ik heb een zakdoek in mijn zak en dan smeer ik het zo even daaraan en dan... Oh ja, dan stop je hem weer terug in je zak. Ja. Ja, waarom niet, joh? Nee, maar dat gaat super. Yo. Bij mij ging het bijna verkeerd, maar... Vandaag is het niet de dag dat het verkeerd gaat. Althans, sta ik weer het derde, maar... Doe wel even je best een beetje wat meer. Ja, dat want, doe ik toch. Ik vind dat je een beetje motivatieproblemen hebt. Daarom was ik vorige race eerst, of niet? Ja, was puur toeval. God non de jus. Oh, wacht, ik heb hem gewoon gehaald. Je hebt hem gehaald? Ja, ik viel naar beneden, maar ik land op het goede platform, denk ik. Oeh, ja hoor, daar is hij weer. Ja, ik ben gewoon, ik ben gewoon goed geland, hé. Ja, je bent goed geland. Ja. Alleen, oh kut, er staat hier een paal in. En ik niet hoor. En ik niet, zeg het dan. Lekker bezig, jongen. Ik sta derde. Begin ik weer hier, oh. Ik word hier zo flauw van deze race. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Ik heb de stemming erin. Oh, wat de... Ik ben verkeerd gegaan. Hoezo ben je verkeerd gegaan? Ja, ik fietste verkeerd. Ik dacht, ik doe het snel, want dan kan ik misschien nog iemand inhalen, maar... Ik ging niet tussen de pionnetjes door, terwijl het wel moest. Welke pionnetjes? Ja, moest er tussen pionnetjes door? Ja, je moet tussen, anders ga je niet goed. Dat had ik door. Dat ben je niet. We moeten tussen pionnetjes door. Ja. Dat is het laatste waar ik zin in heb, eerlijk gezegd. Ah, wat? Oh, ik heb de checkpoint wel, what the fuck? Hoe kan ik die checkpoint... Nou, oké, dankjewel. Ik heb op een mysterieuze wijze heb ik een mooie checkpoint gehaald. Hoezo? Jij hebt altijd geluk. En altijd geluk, joh. Hou je mond, man. Jij hebt altijd geluk, bijna. Ja, je mond, joh. Waarom? We zijn een team, joh. Ja, nee, dan mag je dan wel altijd geluk hebben, toch? Of niet dan? Ja, dat is waar, maar... Misschien, ja, nou dan. Maar ik wil niet dat ik altijd geluk heb, want ik kan ook gewoon lekker racen, ja. Nou, dat zal wel licht ermee te maken hebben, een klein beetje, maar... Maar geluk moet je hebben in het leven, Chromo. Snap dat? Nou, waar is het bij mij dan altijd? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we er allemaal ineens een puntje bij hebben, want ik ben derde. Zee, het is weer ver te zoeken, dit. Wow, yo, Thomas is nog steeds bij het begin. Wat een professional is die Thomas. Hij is nog steeds helemaal aan het begin. En hij valt weer. Wat een man. Ik ga Thomas even blijven spectaten, Chromo, sorry. Je mag het even, want dan heb jij ook geen stress, weet je, dat ik je spectate. Ja, dat is waar. Ja, dat nou, is Thomas, en je gaat weer op je bek. What the fuck? Hij stuurde mij allemaal berichten. Jij bent beter geworden in race, Jan. Woo! Hij is ook de eerste hoeveel geworden. Beter? Hij is ook hoeveel de eerste beter? Geworden tegen ons, maar wat hij nu allemaal aan het doen is, dat weet ik ze... Oké, okay, joh, het was hij is leuk, beter Thomas. Geworden in racen, maar niet in BMX'en. Maar niet in BMX'en, nee, maar het is ook een race, dus... En Chromo is gefinished. Ja, lekker bezig, jongen. Goed gedaan. Nou ja, goed gedaan, nou ja, we hebben geen punt. Je bent gefinished, maar we, ja, inderdaad, we hebben geen punt, maar okay. Ja, ik ben vijfde geworden of zo. Goed, hoeveel ben je? Vijfde, ja, vijfde, ja, ik zie het. Deze vent die valt naar beneden. Nou ja, mensen. Dat houdt in. Op. Nou. Naar de laatste race. Boys, welkom bij de laatste race van vandaag. Wat schreeuw jij hard, ik! Span als eerste, dus ik hoop dat niemand me beukt. Uh-oh.
Dit is een NASCAR race, dat stond erbij. En er stond bij... Clean, of race clean, or you are out. Dus als iemand beukt, houden ze dus in dat ze eruit zijn. Dus we zullen zien wie er gaat beuken. Nou, dan beginnen we al. Yo. Ja, ja, ik word gebeukt. Hoppatee, waarom niet? Ik zei het je. Nou, iedereen is eruit, want iedereen beukte mij. Ik sta laatste, ik ben... Romo. Oh, ja, ik heb op een of andere manier ben ik redelijk op snelheid. Ja, ik heb nu ook wat mensen ingehaald. Oh, mensen gaan zelfs terugrijden. Die hebben waarschijnlijk de checkpoint gemist. Hoeveel sta je? Ik sta tweede. Echt? Ik word nu gedouwd, ik word nu gebeukt. En ik word nu ingehaald. Ik zie jullie allemaal rijden hier voor me. En ik word nog steeds gebeukt. Serieus? Oké, okay, deze vent is eruit. Jesse, jij bent de volgende keer uit, dat weet je dan vast. We gaan gewoon mensen kicken die aan het beuken zijn, dus... Ja, oh, oh. We hadden het vorige keer gezegd, hè? Dus nu mag het. We hadden ze vorige keer een waarschuwing gegeven. Ja, nee, het gaat super hier zo. Ik lig hier al met een paar vriendelijke mensen. Die zitten toch een beetje te douwen en te trekken hier ook. Nou, dan zijn ze niet zo vriendelijk. Rijden allemaal bij elkaar. En mijn auto gaat niet zo snel. Ik heb geen kostuum. Ah, ja, dan moet je toch een keer geld gaan sparen. Ik heb geen kostuum aan. Hoeveel geld heb je nu dan? Oh, nee! Kijk, deze man is er ook uit. Hier ligt iemand op de baan. Jongens, onthoud hun naam even. Dan kunnen ze allemaal kicken. Dan kunnen er andere mensen in. Ja, er lag weer iemand op de baan. Maar die kon er niks aan doen. Die crashte zelf. Ja, ja, maar ik heb het over mijn beeld. Ik heb nu 500.000 bijna. Oh, wow, wow, ik doe het zelf verkeerd nu. Echt? Je bent ook zo knoeperd, hè? Ja, sorry, ik zat niet op te letten, man. Ja, dat dacht ik al hoor. Ja, kan gebeuren, joh. Maar deze mogen ze hebben, man. Ik geef ze, want iedereen zit mij toch te beuken. Oh. Oeh, ik mis gewoon een checkpoint. Ja, ik zie hier. Je gaan. Oh, je knalt tegen twee mensen aan. Hé, yep, dat klopt. Ik rij even. Chromo terug. Wordt ook gekickt, maar die zit toch niet in de crew. Hey, nee, Chromo. Dus dat komt goed uit. Oh, what the fuck, die vent rijdt de verkeerde kant op. Oh, komen jullie mij nou voorbij? Weet ik niet, nee, ze rijden de verkeerde kant op. Waarom rijden ze de verkeerde kant op? Dat weet ik niet, iemand reed tegen de dingen in, maar... Die wou mij beuken. Oh, hier reed hier voor me ook te beuken, joh. Ah, oh, wat een beuken is allemaal. Thomas is aardig, dat weet ik, dus doei. Thomas de stoomlocomotief. Ja, ik ken, de mensen die aardig zijn, ken ik hun naam van. De mensen die onaardig zijn, niet, want die worden toch meteen gekikt. Dat is zielig eigenlijk, hè? Waarom? Ja, gaat ook niet. Je gaat ook niet als je echt met iemand gaat racen en opeens lopen beuken, of wel? Nou ja, wij deden vroeger gingen we altijd met de fiets, gingen we rondjes racen altijd. Ja, en toen gingen we elkaar fucking hard lopen beuken. Nee, wij deden dat zo. We deden gewoon allemaal op het rekje, mochten we een knuppel hebben en dan konden we elkaar van de fiets aframmen. Oh ja, dat vind je leuk. Dat was wel lach, ja, behalve jij dat geslagen. Dat doe je ook met een auto die een 500.000 kost, of niet? Ja, nou ja, als het kan wel, ja, maar weet je wat is, een auto van 500.000 net geen rekje waar je knuppel op kan leggen natuurlijk. Nee, oké, nee, want er past helemaal niks meer in, want die motor die... Oh, kak, nee, dit doet... Die vent probeert me af te snijden, what the fuck? Chris, waarom ga jij zoveel harder? Dat klopt gewoon niet in deze Chris, game. Chris, die heeft een snelle auto, hè? Dat slaat helemaal nergens. Deze vent ligt een lap achter, hè, en die gaat me alsnog lopen beuken. Vind je het heel logisch dat je een lap achter ligt, of niet? Wat een lul, jongen. Ik hou je toch alweer in, dus doei, je zuigt, noep. Hé, hey, ik sta eerste, wat? Ik sta opeens eerste! Je gaat binnen gewoon. Nee, niet, want Christy komt me nu inhalen. Fuck. Ah, kut. Wat? Ja, mijn auto remt af, ik hoorde het. Nee, mijn auto remde af, ik hoorde het, doordat ik eerste ligt. Dan ga je niet snel meer, hè? Het komt door die GTA-stijl. Die laat als je eerste ligt je auto langzamer gaan. Ja, ik weet niet hoorde, of jij... Ik hoorde hem nu langzamer gaan, dat ding. Nee, je dikke moeder. Please, slipstream. Nee, Chris is eerste. Ik heb nog nooit een slipstream gehad in deze race. Wauw, wat een bullshit. Ik hoorde mijn auto. Ik reed in hoogste versnelling en hij schakelde terug. En toen haalde Chris me in, jongen. Door die. Zonde. Door die shit, sorry. Nou ja, oké. Okay, jullie hebben een puntje erbij. Ik vond nog best wel goed dat ik tweede was. Maar ik deed het werd gebeukt. Dus oké. Okay, ja, ik reed achter je. Net Fair vlak enough. Achter je. Ja. Als ik niet was gecrashed door een vent die op de weg lag, was ik eerste geworden. Oké, okay, ja. Maar dat zijn weer smoesjes waar je niks aan hebt. Nee, dat klopt. Want ja, dat lag gewoon. Het is nu afgelopen. Maar ja, dat bij de tussenstand. Ik en Chromo, of Chromo en ik, hebben 23 van de 25 punten, dus we moeten nog 2 races winnen. Ja. En jullie als abonnees hebben 40 van de 50 punten, dus jullie moeten er nog 10 winnen. Nou ja, Kili dus, Kili, hè? Kili, mocht jullie hebben genoten van deze aflevering, ram natuurlijk zoals je kaart op like, of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Chromo's kanaal. En dan zeggen wij tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Hey.